Deze hier. En dus gewoon. Oké. Wie is volgens u de beste minister van het jaar? Oh, dat is een niet zo makkelijke vraag, omdat ik vind dat heel wat ministers stevig gewerkt hebben. Maar mijn favoriet is toch Geert Bourgeois, omdat hij altijd in tussenkomsten stijlvol blijft, een stevige dossierkennis heeft, met cijfers, onderbouwd. Sommige mensen zeggen soms wel een beetje saai, maar eigenlijk vind ik als burger en als parlementslid, als ik mijn portefeuille aan iemand moet geven in die Vlaamse regering, dan zou ik hem geven aan Geert Bourgeois, omdat ik weet dat hij hem echt goed gaat beheren, als zijn eigen geld gaat beheren. En vandaar dus minister-president Geert Bourgeois.